Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb deze week weer een leuk ritje, althans vind ik zelf. Ik sta nu aan de Tsjechische grens en ik ga morgen een stukje verder in Tsjechië ga ik weer uiteraard het torendeel laden voor vrijdag te lossen in Stellendam, Zeeland. Nee, niet Zeeland, Zuid-Holland zelfs. ik ben zelf nog nooit in Tsjechië geweest, althans niet met de vrachtwagen. Ik ben ooit eens een keer met een scholingscursus een weekje in Praag geweest, maar dat was het dan ook wel. Dus het is voor mij ook allemaal een beetje nieuw. En ja, wel weer eens leuk, weer eens wat anders. Dus ik ben gisteravond vertrokken vanaf de zaak. Tot hier gereden, nou even mijn uren maken. Ik heb net een beetje geslapen, uiteraard. Ik doe niks anders, alleen maar rijden en slapen natuurlijk. En dan vanavond dan ga ik weer verder, het laatste stukje naar de klant. Het is nog een uurtje of 4,5 rijden denk ik, tot in Grudiem. Dus en dan morgen daar laden en dan een nachtje of drie terug naar Stellendam rijden. Dus dadelijk eerst eens eventjes gauw zijn tolkast halen. Ik heb me laten vertellen dat ik die nodig heb hier. Dus en dan zien jullie dadelijk wel of dat allemaal een beetje gelukt is. Ja, tolkastje hebben we weer. Het was even een gedoe, want ze begreep me niet helemaal. Nou ja, goed, ze begreep me niet helemaal. Ze vroeg hoeveel assen ik had en toen ik zei dat ik er 15 had, toen had ze zoiets van, hoeveel? 15. Hoeveel? 15. En ze begreep het niet helemaal. Ik was eigenlijk weer schwer last. Ja, toen snapte ze het uiteindelijk wel. Dus nou eens kijken wat we allemaal gekregen hebben. Houdertje. Normaal gesproken zou het gewoon plug and play moeten zijn, dus het moet zelfs mij lukken. Hè? Boekwerk erbij. Eens even kijken. Even een ruit schoon gaan maken. Wat is dit? Surface cleaner. Nou. Even een ruitje schoonmaken. Dat lijkt ook een beetje plakken. Hoop ik, denk ik. Dan moet ik mijn voorruit sowieso nog een keer schoonmaken, maar dat was ik bewaren voor straks. Ik reed gisteren de ondergaande zon tegen moeder even een stukje en toen, die moest ik ook nog schoonmaken. Nou, ik vind dit een grandioos gaaf plekje voor hem. Zo. En dan moet ik dus hierin. Ik heb dat nog wat uit, welke hoek om die zit. Ja, die is zo. Oké. Okay. En dan. En plakken blijven, hè? Hupke. Donders. Niet recht. Nee, traf, traf. Verdorie. Wel recht plakken, natuurlijk. Oh, ik heb hem al gesloopt. Ik had soep op enders. Oh, wacht, ik heb hem niet gesloopt. Zo. Lekker handig. Oké, en nou recht plakken, hè? Zo, dit is recht. Gaaf man. Wow, dit is toch een handige donder die vent, hè. Dus, weer de rest van de week met de grandioze kabel over mijn dashboard heen gaan rijden. Okay. Het is dan maar niet anders. Even kijken, zo, klik. Knopje volgens mij. Nou, even kijken. Dan zien jullie het ook. De lampjes zijn in ieder geval allemaal groen, dus dan zou het goed moeten zijn. Dus eens kijken of hij straks nog wat te vertellen heeft als we gaan rijden. En dan zal ik jullie even terugzetten. Schermpje eruit, zodat ik nog een beetje naar mezelf kan kijken. Oh, het zit wel laag, sorry. Zo, nou, dat ook weer geregeld. Het stelde eigenlijk niks voor. Ik heb wel nog 20.000 van die doekjes nou voor mijn ruit schoon te maken. Dus, altijd handig. Als je ziet, zag net, ik heb de zonnebril op. Deze zijn vast en zeker ook uitermate geschikt om je zonnebril schoon te maken. Dus, dat is dan wel mooi meegenomen. En dan, hoe laat is het nou? Het is nou 3:10. Dus, ik ga dan nog even een beetje hangen. Ik loop dadelijk eens een keer aan het tankstation kijken of hier nog een beetje ergens...
fatsoenlijk wat te eten kan krijgen. En dan zou de begeleider, die zou als goed is rond een uur of zes hier zijn en dan gaan we rijden. Dan is het gelukkig nog een beetje daglicht. Dan zie ik de mensen ook nog wel van land, want anders zou ik echt alleen maar alles in het donker doen, zoals gewoonlijk. Dus als het de moeite waard is, dan neem ik jullie mee. Laat ik jullie nog mooi wat zien. Ja, en als het allemaal toch maar bar tegenvalt, dan zien jullie me morgen in Gedien wel. Dus voor mij is het nog even een vraag. Jullie gaan het over ongeveer 5 seconden ontdekken of het waard was. We zijn alweer geladen. Het heeft even geduurd. Ik stond eigenlijk een beetje te prutsen vanochtend. Maar ja, die dagen heb je erbij. Ik heb hem ook al afgekoppeld en ben even met de losse trekker weer te tanken. Ook dat ging niet helemaal vanzelf. Want de pomp sloeg iedere keer naar 200 liter af. Dus een keer weer 4 keer naar binnen rennen. Snappen ze er niks van. Maar we hebben het allemaal overleefd. Dus nou nog even wachten. Als het goed is, zou dadelijk de sheriff hier langskomen om een CMR nog af te tekenen. En dan ben ik weer helemaal vrij. De auto staat al op rust, zodat ik vanavond ook gewoon mooi op tijd kan vertrekken. Dus vanmiddag wilde ik nog even het dorp inlopen, eens kijken of hier nog wat lekkers te eten halen valt. Maar dat moet ook wel lukken. Al kan ik het ook wel missen als het gewoon een salade is. Dus nee, het is heerlijk weer hier. Ik ben moeders hier alleen. Dus ik ben hier een beetje al wat rondjes over het trein aan het wandelen. Ik moet toch een beetje aan mijn stappen komen vandaag. En dan zeggen ze dan dat de chauffeurs niet genoeg bewegen. Dus nee, het gaat allemaal goed komen. Kijk, zoals je ziet, daar staat hij. Hey, gaaf man. Dus ja. Ik zie jullie straks weer bij vertrek.
Zo, zijn we alweer. Ik ben nog wel bijna klaar om te vertrekken. Ik heb vandaag heerlijk rustig, soorten van, langs de autobaan gestaan. Rustiger dan je denkt, het ziet er heel erg druk uit, maar rijdende auto's heb ik nog niet zoveel last van. Hier sta je, ik sta nou gewoon tussen twee afritten in, of ja, tussen de afrit en de toerit, zeg maar. Daar hebben ze een mooi zo'n spoortje, daar sta ik precies tussenin. En dan heb je dus geen last van vrachtwagens, weet je al, die de hele tijd afremmen en optrekken, weet ik het allemaal. Sta je eigenlijk nog wel best lekker. Ik heb er straks even afgekoppeld. Hier vlak om de hoek zit een autohof. Ik heb even gegeten, gedoucht, getankt. Al helemaal klaar. Dus dadelijk komt, als het goed is, onze grote vriend van de TÜV, komt hij hem even keuren. En dan zal hij wel weer helemaal goedgekeurd worden. Dan gaan we vanavond een stukje doen. Toch wel lekker rustig zo. Heerlijk weer. Mooie omgeving. Wandelen langs de afrit. Wat wil de mens nog meer? Hier gaan we. Hier.
Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket, in plain sight all along. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right. Along the way, fell between the four.
like a light lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words.